zoveel mogelijk Eindhovenaren aan het sporten krijgen. Dat was vandaag de boodschap op het Stadhuisplein tijdens de opening van de Nationale Sportweek. Wethouder Helms beet het spits af. Hij abzeilde van de 50 meter hoge GGD-toren. Gespannen? Een beetje. Het is wel hoog, maar wel leuk. Hallo allemaal. Ja, daar gaat ie jongens. Gaan we? Ja, laat me langs de zak. Ah, dit gaat. In nog geen 2 minuten was hij beneden. En daar stonden ambtenaren en basisschoolkinderen op hem te wachten. Ja, helemaal geweldig. Het is heel hoog. Nou ja, als je daar hangt, het is eigenlijk heel relaxed om gewoon lekker naar beneden te zoeven. Dus erg leuk om te doen. De kinderen kunnen deze week kennis maken met verschillende sporten en ze namen vandaag vast een voorproefje. Eindhoven is al heel sportief, maar volgens de organisatie van de Sportweek kan er nog een slag gemaakt worden. Allochtone meiden dat er heel weinig nog wordt gesport. Daar willen we kijken of we die wat extra kunnen laten sporten. Maar sowieso ook onder de jongeren, 12 tot 18-jarige jongeren, willen we wat meer laten bewegen. Maar ook op een manier die ze aanspreekt en niet alleen maar op een manier die wij vinden dat ze moeten gaan doen. We zitten nu op 67% van de Eindhoven die regelmatig sporten. En we willen dat boven de 70% krijgen. En daar hebben we dit soort activiteiten voor nodig. Juist ook om andere doelgroepen te bereiken. De meeste kinderen hoeven in elk geval niet meer overgehaald te worden. En ga je nou ook meer sporten nu je dit na deze dag? Nou, ik weet niet. Ik denk het niet, want ik vind voetbal ook wel leuk. Ik doe al een paar sporten. Dus het wordt wel heel druk. Ik rij elke dag paard. Dat is een beetje heel veel. De sportweek duurt nog tot zondag. Tot die tijd staan er in de hele stad sportactiviteiten op het programma.